Pretpark Drievliet stond zondag in het teken van de ADO-familiedag. Alle voetballers van de selectie, de staf en mascotte Storky waren in het park aanwezig. Ook traden diverse artiesten op. De familiedag stond eerst gepland voor het begin van het voetbalseizoen, maar vanwege de Europese wedstrijden van ADO Den Haag moest die dag worden verplaatst. Leden van schietverenigingen mogen straks misschien geen automatische wapens meer in huis hebben. Dat heeft minister Opstelten van Veiligheid zondag gezegd in het tv-programma Buitenhof. Opstelten wil de regels verscherpen naar aanleiding van de schietpartij in Alphen aan de Rijn, waarbij automatische en semi-automatische wapens werden gebruikt. Een grote woontoren moet ervoor zorgen dat de Haagse Theresiakerk kan blijven bestaan. Het gebouw wordt al jaren niet meer gebruikt en bewoners zijn bang voor sloop van het oude gebouw. Architecten presenteren zaterdag hun plan voor de nieuwe woontoren in het kerkgebouw. Of die woontoren er ook komt, moet de gemeente uiteindelijk beslissen. In attractiepark Duindrell in Wassenaar is een record gevestigd mensen verkleden als koe. Een kaasmerk vierde dit weekend met deze stunt haar 90-jarig bestaan. Maar liefst 250 mensen moesten voor de recordpoging verkleed als koe zeker 10 minuten bij elkaar staan in een veld aan de promenade. De stunt krijgt een eervolle vermelding in het Guinness Book of Records.